Nou, met verregen, denk ik. Ja, die is van Monique. Die heb ik thuis ook staan, toch? Ja. Ja. Als we even teruggaan naar die 1 september. Wat is er toen eigenlijk precies gebeurd? Ja, Raymond is in psychotische staat doodgeschoten door de politieagenten. Was die agressief? Nou, volgens de politieagenten kwam hij dreigend over. Maar Raymond is absoluut geen agressief persoon. Absoluut niet. Tegengestelde zelfs. Goed uit zelven. Ja. Ja, hij was ziek, dat wel. Ja. Zal misschien geschreeuwd hebben of... Ja, en de politieagenten hebben daar denk ik niet mee om kunnen gaan. Die hebben 21 kogels afgevuurd. Waarvan... 21? Ja, waarvan er 7 in Raymond zaten. En Ray was ongewapend. Wat gebeurde er nou precies deze week? Mijn schoonmoeder en mijn tante kregen een belletje van iemand van de gemeente. Dat ze langs moesten komen op het gemeentekantoor. Kregen ze te horen dat het monumentje wat er stond, staat op de plek waar hij is doodgeschoten, dat dat weg moet, omdat er omwonenden geklaagd hebben. Omdat het confronterend is. Confronterend voor wie dan? Is dat dan weer een extra zetje? Of ja, een extra absoluut. Domper? Want er mag dan wel een tegel, maar oké. Okay. Maar ik wil ook wel gewoon dat er dan op de tegel komt wat er gebeurd is. Ik wil gewoon dat mijn man daar dood is gegaan door politieagenten die hem dood hebben geschoten. Ja, klaar. Dat is het.